Net zoals vele Rondeveners geniet ook de redactie van de vakantie. RTV Rondevenen zendt in de zomerstop een vakantiespecial uit met korte items uit het afgelopen half jaar. Wij zijn er weer op 29 augustus. We wensen u een fijne vakantie. Sinds kort heeft de freerunning afdeling van GVM uit Meidrecht een echte freerun trainer. Freerunnen is een sport waarbij je jezelf heel veel uitdaagt. En het is de bedoeling dat je van punt A naar punt B gaat. Met eigenlijk zo sier mogelijk manier. Dus trucjes, salto's en alles. De kinderen die moeten zich aanmelden bij GVM. Omdat je de tofste tricks leert bij GVM op een veilige manier. En wie weet kan jij dan ook over 2 maanden wel die achteruit zalten die je misschien net op het filmpje hebt gezien. Afgelopen zondag startte de tv-serie De Luizenmoeder met veel Meidrechtse figuranten, waaronder kinderen van de voormalige Twistvlietschool. Het gaat over de ouders en de kinderen en de leraren van een openbare basisschool, de Klimop. En wij volgen het leven van de ouders en de leraren. En tot nu toe hebben we 1 scène gedaan. Over, dan mochten wij een beetje kloten en dat vonden we allemaal wel heel leuk, want dan mag natuurlijk in het echt niet. Nou, in onze serie maken we duidelijk dat er een hele hiërarchie heerst op school. En onderaan beginnen we met de luizenmoeder. En in de optiek van onze voorzitter van de ouderraad is de ouderraad het belangrijkste. Maar je hebt allemaal gradaties, dus je hebt luizenmoeder, klaarovermoeder, oppasmoeder en steeds hoger. En uiteindelijk eindig je in de ouderraad. Wat gaat er met jouw haar gebeuren als het afgeknipt is? Kindjes krijgen die kanker hebben. Voor kindjes die geen haar meer hebben omdat ze ziek zijn, hè? Zo zag het eruit in 2012. En na 6 jaar wil Lieke van der Poel weer haar haar doneren. Dat er veel kinderen zijn zonder haar en niet heel veel mensen die geven hun haar aan Stichting Haarwensen, zodat ze daar een pruik van kunnen maken, maar ik doe dat wel. Mijn moeder gaat ook mee, want we hebben samen heel lang ons haar gespaard en dan kunnen we samen gaan. Het is echt superleuk dat ze het nu weer voor de 2e keer gaat doen. Ik vind het ook echt ontzettend speciaal, want toen ze de 1e keer de haar afknipte, zei ze al gelijk wanneer mag ik het weer een volgende keer doen. En wat kan ik dan als moeder niet meer dan dat steunen? En wij hopen vooral heel veel mensen ook te inspireren met dit initiatief. En uiteindelijk bij ons groeit het zo weer aan, centimeter per maand. Dus ik zeg doen. Een speciale week ook in de Rondeveense bibliotheken. De Nationale Voorleesdagen. Kinderen, opa's, oma's, begeleiders, jullie komen allemaal voor mij. Nou, ik vind voorlezen heel belangrijk en dan kun je al niet zo jong mogelijk moet je daarmee beginnen. Dus je kan niet zo jong zijn, hoe zeg je dat, om mee te beginnen. Omdat ik denk dat dat iets doet met je taalontwikkeling, met je creatieve denken. Wat je weer kan helpen als je ouder bent. En je krijgt een relatie met het kind, hè, als ik voorlees. En het wordt een gezellig samen een verhaal beleven. Goeie vrienden komen ook? Ja. Wow, wat gezellig. Het is altijd even zoeken naar een parkeerplaats in het Meidrechtse centrum. Met de komst van de nieuwe winkels wordt het wel steeds drukker. Wat vindt u daarvan? Ja, ik hoop dat ze er dan ook een paar extra parkeerplaatsen bij gaan bouwen. Want anders wordt het helemaal een probleem om een plekje te vinden. Ja, ik vind het heel goed dat er nieuwe winkels komen en dat er weer een wat bruisender centrum komt. Dus ik ben daar heel erg blij mee. En ik denk dat het nu in de winter misschien het grootste probleem is, maar ik denk niet dat het een heel groot probleem moet zijn. Ja, dat is een probleem. Het is helaas een probleem wat we eigenlijk van tevoren al wisten. Maar ja, daar moet toch eigenlijk wel iets aan gedaan worden. En wat moet er aan gedaan worden? Parkeerruimte. Ja. Maar hoe? Daar ben ik niet voor. Ik denk dat er een uitbreiding moet komen. Er is aan de overkant van de rondweg natuurlijk ook al heel veel parkeerruimte. Maar wat ik wel merk is dat daar door de week heel veel auto's al heel vroeg staan. Nog ver voordat de winkels open zijn. En je kunt je afvragen of het parkeerterrein daarvoor gebruikt moet gaan worden. Ik ga meestal op de fiets, dus dan is het geen probleem. Als het te druk is, ja, dan ga je ergens anders zijn. Dat is de oplossing, denk ik. C'est une romance.
Het is bijna Valentijnsdag. Wat betekent dat voor jullie? Heel veel. Liefde. Nou ja, liefde is de basis van je relatie. Nou, niks bijzonders. Gewoon een dag. Werken. Ja, nou ja, vooral gewoon een leuke dag met je vriend. Dat was natuurlijk oorspronkelijk ook, dat je elkaar een kaart stuurde als je niet wilde dat je bekend werd, zeg maar. En dat vind ik leuk. Als je nou verrast zou worden op Valentijnsdag en je mag groots denken, wat zou je dan heel leuk vinden? Dat er eindelijk iemand voor mijn deur staat. Op een hele mooie plek lekker eten en vertellen dat je elkaar bijzonder vindt. Nee, ik vind het is één commercieel verhaal. Voor mij hoeft het allemaal niet. In Abcoude is zij een lokale bekendheid, Tineke Hennepman. Na 25 jaar nam zij afscheid als koster van de Abcouder Dorpskerk. De week begint meestal met de zondag, met de zondagsdienst. Die zorg je voor de psalmen en gezangen, je zorgt voor het glaasje water voor de dominee. Je zorgt eigenlijk voor alles dat de dienst goed draait. Wat? Als het gaat om bijnamen, de geschiedenis heeft er natuurlijk ontzettend veel gehad. Van Karel de Stoute tot Iwan de Verschrikkelijke tot Willem de Zwijger. We hebben ook voor jou nu een passende naam gevonden. Tineke de Toegewijde. Sporten is voor iedereen. Op een aangepaste sportdag in de Willestee kon je dan ook kennis maken met het aanbod voor mensen met een beperking. Met onder andere clinics zitvolleybal, badminton en loopfietsen. Mensen met een beperking die lopen vaak tegen een heleboel dingen aan die ze niet kunnen. En als ze eenmaal merken dat badminton wel gaat, dan geeft dat een ervaring van hé, dat kan ik wel. En dan blijven ze en vinden ze toch een leuke sport. Badminton kun je heel goed spelen met een beperking. We hebben dus speciale rolstoelen. En er zijn meerdere mensen bij ons op de vereniging die in een rolstoel zitten. En die met de aangepaste regels van badminton heel goed een wedstrijdje kunnen spelen. Op flinke hakken meerennen met de stiletto-run. Het ruilen van feestjurkjes bij Abcoude Proef was zo succesvol dat nu ook tasjes en hakken een nieuwe eigenaar krijgen. Omdat ja, we hebben eigenlijk al zoveel. En laten we dat delen. En het is gewoon heel leuk om daarin elkaar te helpen. En je hebt altijd een uniek item. Als ik mijn ogen dicht doe en denk aan mijn favoriete hak, dan voel ik me sterk en worden mijn benen langer. De hele dag lekker op kan lopen. Leerlingen van de Pierschool in Abcoude voorzagen de nieuwbouw van een nieuwe beplanting. Ze doen het graag op deze boomfeestdag. Nou, we vinden het belangrijk dat ze weten hebben van de natuur en dat ze leren dat niet alles zomaar groeit. En ze kunnen ook terug hier naartoe om te kijken wat ze geplant hebben. Vorig jaar konden ze zien dat de bloemetjes gegroeid waren. En ik hoop dat ze dit jaar zien dat de bomen in bloei staan. Fietsen en wandelen langs plekjes waar Piet Mondriaan heeft geschilderd. Langs boerderijen, het riviertje Het Gein en de molen van Abcoude. Waar gaat het een beetje om bij deze wandelroute? Om het wandelen en fietsen of om Mondriaan? Om het beleven van het Gein. Dat vinden wij het belangrijkste. Kijk, wat Mondriaan deed is eigenlijk niet zoveel anders dan wat je nu kunt doen als je de fiets- en wandelroute doet. Toen tussen 1900 en 1908, hij was onder de indruk hè, van de landschappen, van de luchten. De opbollende wolkenluchten vond hij schitterend. De maan, hij kwam hier ook vaak bij slecht weer of als het donker was. En dat kun je nu nog beleven. Er is eigenlijk niet eens zoveel veranderd. Bij de brandweer Meidrecht kon je terecht voor het wassen van je auto. De opbrengst van bijna 10.000 euro
gaat naar het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. Ze heeft de ziekte tubereuze sclerose. En dat houdt in dat er in meerdere organen tumoren ontstaan. Die zijn weliswaar goedaardig. Alleen vooral in de hersenen geeft dat problemen, waaronder epilepsie. Jaarlijks worden er 10 kinderen in Nederland geboren met deze ziekte. Dat is natuurlijk heel weinig en daardoor is er ook niet zo heel veel onderzoek naar. Dus we hopen met deze actie een mooi bedrag op te halen voor het WKZ. Weer werkte mee en dus danste op Koningsdag het hele Raadhuisplein. Ik drink op water als een nieuwe dag begint. We zullen zien wat of wie er overwint. Ik geef een avond aan de kroeg en trots op jou. Omdat ik zo ontzettend van het leven hou. Ga met me mee en heb met mij samen een glas. Zeg proost en pluk dit dag. In Vinkeveen werden op de dag van de bevrijding nog verzetstrijders gefusilleerd. De dochters van Toon van Weerdenburg blikten in het spoorhuis Vinkeveen terug op die dag. Ja, ze kreeg bericht dat ze even moest komen, want haar man die had een klein ongelukje gehad. En toen ze daar naartoe ging, was het al gebeurd en lag mijn vader al dood op het land. Deze foto, die is voor mij nog mooier geworden daardoor. Want ik zie jullie moeder nu met dat hele verhaal van dat jullie met ons hebben gedeeld erbij. En dan denk ik, wat een verschrikkelijk sterke vrouw. Die is gewoon dus doorgegaan. Stand-up paddling, kortweg suppen. Het is de snelst groeiende watersport van het moment. Meriel van Vliet raakt niet uitgekeken over het uitzicht over de stille plassen. De mooiste subplek in de Ronde Venen vind ik de tweede plas van de Vinkeveense plassen. Als het dan 's avonds windstil is en je hebt die Weidse plas voor je en verder niks anders op het water. Geweldig, de rust, het besef dat er meters water onder je is, waar ook allemaal vissen in leven en planten in zijn. En alleen jij in het water, helemaal één met de natuur. En je hoeft geen bijzondere eigenschappen te hebben om het te kunnen, iedereen kan het. Het wordt al een aantal jaren in de grachten gedaan in de steden, dus mensen hebben het al wel gezien. En nu durf ook heel veel mensen het zelf aan om te gaan doen. Suppen is echt een total workout. Je bent met je hele lijf bezig om je balans te bewaren. Je gebruikt spieren die je in het dagelijks leven niet veel gebruikt, of ook bij andere sporten niet veel gebruikt. Ook je armspieren zet je flink in bij het paddelen. En je beenspieren als je door je knieën heen gaat. Voor de 23e keer is de hardzeilerij om de geuzenpenning op de Vinkeveense plassen gehouden. Over de plassen en natuurlijk door de geuzensloot. De geuzenpenning dat komt omdat we op de terugweg moesten we door de geuzensloot. Die heet zo. En dat is echt een onderdeel van de wedstrijd. Je mag altijd kiezen of dat je op de heenweg gaat of op de terugweg. Maar de geuzensloot is altijd een groot onderdeel van deze wedstrijd. Vandaar dat het de geuzenpenning is. En er werd vroeger stront en fruit en van alles wat ze maar konden vervoeren, werd ermee vervoerd. Vooral in het Westland en omstreken. Eigenlijk heeft binnen die wedstrijd ieder een beetje zijn eigen concurrenten. Dus de wat snellere schepen die zoeken eigenlijk elkaar op. En de wat langzamere schepen die zeilen ook tegen elkaar. Zo ver je kon kijken, kevers. Of auto's met een keveronderstel. Wilnis is in de ban van auto's met geschiedenis. Dit zijn auto's van na de oorlog. Maar dit zijn de laatste die nog goed gerestaureerd zijn. Ja, en die nieuwere kevers, ja, daar zijn natuurlijk al miljoenen van gemaakt. Maar dit, hier praat je over duizenden brulletjes en over heel Europa. En dat is heel weinig. Kunt u een schatting maken van de waarde van de auto? Nou, deze, als je hem in een roes staat, begint hij al bij 25.000 en dan gaat hij zo naar de 60.000, 70.000. Item was dit jaar coachbuildauto's.
En Coach Bilton wil zeggen gebouwd op basis van Volkswagen in de jaren 50, 60. Een coachbeeld, dat waren carrosserieën gemaakt bij enthousiaste autobouwers. En daarvoor gebruikten ze een Volkswagen onderstel, een Volkswagen chassis. En bouwden daarop hun eigen creatie. Als Ronde Veners al 50 jaar getrouwd, dan viel er een uitnodiging in de bus voor een high tea op het gemeentehuis. Het was eigenlijk een beetje uit de mode geraakt in 68, hè, trouwen. Nee, uit de mode juist niet. Nee, want we hadden het er juist nog over. We waren 23 toen we trouwden. Dat, tegenwoordig zouden ze dat veel te jong vinden. Hoe bent u elkaar tegengekomen? Nou, dat was niet zo moeilijk op een dorp. Hun hadden een ijzerwarenwinkel. Ik zat in de bouw, dus je had regelmatig wat nodig. Je wist dat je bestond op een dorp, hè? Ja. Maar het is niet zo groot. Dus zo kom je elkaar tegen. Op ijs hebben we elkaar ontmoet. Op ijs? Ja. Ja, ja. Onder de brug bij Pontzoekersluis had ik koude voeten. Ja, dan ging hij ze warm maken. Dan ging ze warm, maar toen zegt hij, nou, als je nog een keer koude voeten hebt, dan kom je. Ja. Zou u het overdoen? Jawel, ja, natuurlijk. Ja. Wanneer bent u getrouwd? 5 april 1968. Ja, 5 april is toch goed? Ja, ik wou het zeggen. Hoe zijn jullie elkaar tegengekomen? In de buurt. Wij waren buurtbewoners en uiteindelijk in Amstelveen elkaar getroffen bij de dansschool. Klassiek, heel klassiek. Ja. Zou u het overdoen als u de kans kreeg? Het trouwen? Ik zou wel weer met hem trouwen worden. Als je die mazzel hebt. Ja, ja. Proberen je te selecteren voor het NK stoepranden en vooral lekker buiten spelen op speciale speeltoestellen. Het kon allemaal op 13 juni. Mooi weer, heel veel kinderen die gezellig aan het spelen zijn. Gaat het een beetje? Ja, het gaat wel, ja. Heb je geoefend? Nee, niet echt, maar het lukt wel heel goed. Ja. Voor mij zit er geen NK in, maar ik heb hier heel veel... Ik geloof dat we meer dan 25 jongeren gaan sturen naar het NK stoepranden in Rotterdam. Dus ik ben heel benieuwd of wij een Nederlands kampioen krijgen. Hoe vind je het? Leuk. Ja, wat vind je er leuk aan? Om te winnen. Ik heb heel goed nieuws voor jou, want jij bent ook geselecteerd voor het Nederlands kampioenschap. Elk jaar zetten muziekkorpsen hun beste beentje voor bij de Meidrechtse Tap Toe.